Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 17 oktober. Vanochtend was er nog vrij veel bewolking aanwezig, maar in de loop van de dag is het vanuit het zuidwesten gaan opklaren. En vanmiddag waren er zonnige perioden met lokaal nog een bui. Vanavond valt er ook nog lokaal een bui, maar dat is dan met name in het kustgebied. In het binnenland blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur die ligt vanavond tussen de 12 en de 13 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht kan er zelfs landinwaarts een enkele misbank ontstaan. Verder daalt het kwik naar zo'n 6 tot 8 graden landinwaarts, tot zo'n 12 graden aan zee. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking snel toe en gaat het regenen. Die regen die krijgt een wat buiig karakter en vooral in de middag kan er ook onweer voorkomen. In de avond blijft het dan weer op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt morgenmiddag tussen de 12 en de 15 graden en er staat een matige zuidwestenwind. In de avond dus op de meeste plaatsen droog, maar in het kustgebied komen er wel weer vrij snel buien tot ontwikkeling. Ook trekt daar de wind aan. De wind die kan zelfs hard worden uit een westelijke richting, dat is windkracht 7. In de nacht trekken de buien verder landinwaarts. En woensdag wordt het dan ook een zeer wisselvallige dag met diverse buien. Temperatuur komt niet veel verder dan zo'n 11 tot 13 graden. Ook is er bij de buien kans op onweer en zware windstoten. Vooral in de kustgebieden kunnen de windstoten voorkomen tot zo'n 80 km per uur. Ook donderdag vallen er nog een paar buien, maar geleidelijk aan neemt wel de buienactiviteit af. En dat geldt ook voor de vrijdag. In het westen blijft het dan waarschijnlijk alweer droog. Wat dan opvalt is dat de wind weer naar het noordoosten is gedraaid en dat er geleidelijk aan koudere lucht onze kant wordt opgevoerd. Temperatuur die ligt op vrijdag tussen de 11 en de 12 graden. En de dagen erna blijft het aan de frisse kant, met temperaturen over het algemeen net iets boven de 10 graden. Een hoge drukgebied bouwt weer op boven Scandinavië. En dat betekent dat we weer lang met een oostelijke stroming te maken gaan krijgen. Het weerbeeld is daarbij rustig, maar zoals gezegd, het wordt wel frisser. En in de nachten neemt de kans op nachtvorst toe. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.